We gaan vandaag een kijkje nemen bij de Lammermarkt, waar zoals je weet een parkeergarage wordt gebouwd. De diepste van heel Nederland. En het zand wat daar wordt weggegraven, dat gaat via een buis. Een 5 kilometer lange buis. Door alle Leidse watergangen naar de Oostvlietpolder. En daar gaan we ook een kijkje nemen. Aan de andere kant dus, van die buis. Je ziet hier wordt de grond afgevoerd en vermengd onder hoge druk met water. Zodat het als een soort blubber de buis in kan. Zodat die niet verstopt raakt. Heel makkelijk. Door de leiding heen te voeren die daar zit liggen. Dat is eigenlijk een boeien. Die zit aangesloten weer op de grondpers. En daardoor gaat de grond met water. Gaat er doorheen. Gaat richting de Rijnsburg Singel. En dan gaat hij eigenlijk het hele traject af. Via de Rijnschietkade richting Trekgiet en Oostvliet. Ja, en hier is dan die Rijnsburger Singel. En dit noemen ze dan een booster, dit apparaat. Halverwege de route staat er nog eentje. En die zorgt dat er voldoende kracht op die leiding blijft om die enorme modderstroom 5 kilometer verderop weer naar buiten te laten komen uit die buis. En dat is dus hier in de Oostvlietpolder. Je ziet het langs de A4 en de Europaweg. Is een heel bassin ontstaan met omheen een dijk. En die dijk is gemaakt van de afgegraven grond van dat weiland. En hier zijn ze alvast bezig met een volgend bassin. Nou, hier is het al aardig droog komen te staan van alle grond die wordt aangevoerd vanaf de Lammermarkt. Dat betekent dat deze buis af en toe een stuk verlengd wordt. Dan schroeven ze er gewoon een stuk aan, zodat de modderstroom een stuk verderop in het bassin terechtkomt. Zodat het niet droog komt te liggen, maar dat het hele bassin gevuld blijft met een soort dikke modderlaag.